Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een ander soort filmpje dan dat ik normaal heb. Ik heb voor een online workshop die ik geef voor Project 2017 een Fuse pagina gemaakt. En daarin heb ik een kaartje van papiertje van Dear Lizzie ingekleurd met mijn Clean Color Real Brushes. En toen dacht ik, dat is misschien wel een leuk techniekje om hier op mijn YouTube kanaal te laten zien. Dus dat is wat ik vandaag voor jullie heb. Ik heb dus een papier van Dear Lizzie van de Lovely Day collectie. Gesneden in een 4x6 papiertje. En dat is een papiertje wat eigenlijk al een soort kleurplaat is. Dus ik heb besloten om in te kleuren met mijn Zik Clean Color Real Brushes. Dat is een heel mond vol. En wat het eigenlijk inhoudt is dat het watercolor stiften zijn. Maar in plaats van dat het een viltpunt heeft, hebben ze een kwastpuntje. En op die manier blijven ze schoon, kun je ze mengen onderling tijdens het tekenen. En dat maakt ze anders dan andere watercolor stiften. Maar wat je er ook mee kunt doen, en dat is wat ik met deze techniek doe, is ze op een plasticje of een paletje krassen, zodat daar wat inkt op komt. En ze dan met een waterbrush of met een penseel met water aan kunt brengen op je papier. En op die manier kun je heel simpel, heb je eigenlijk heel snel heel veel kleurtjes verf tot je beschikking. Ze zijn niet heel fel van kleur. En omdat dit papier niet heel erg bestand is tegen water, werkt deze techniek beter dan dat je ze direct zou inkleuren op het papier en vervolgens met water laat activeren. Want dat is hoe je normaal gesproken zou doen. Zou je bijvoorbeeld een lijntje trekken met je stift en die dan bewerken met water. Maar deze papiertjes die trekken dat water, dat trekt er echt direct in. Of de inkt moet ik zeggen. En dan maakt het lastiger om het mooi watercolor effect te krijgen. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Ik gebruik het in eerste instantie een plasticje. Maar nu, om het wat duidelijker te laten zien en omdat ik met meerdere kleurtjes tegelijk op mijn palet wilde werken, gebruik ik gewoon een clearblok die je gebruikt voor stempelen. Daar doe ik dan een beetje op krassen. En dit is een waterbrush. Dat is een penseel of een kwast waar water in zit. En daardoor blijft je punt eigenlijk altijd nat. Je maakt hem schoon door af en toe even op een doekje een beetje te krassen. Dan is de kleur ook van je punt af. Je punt absorbeert niet superveel water. Of kleur moet ik zeggen. En op die manier kun je makkelijk inkleuren. Dus dat is wat ik met dit papiertje gedaan heb. En ik dacht, nou laat ik dat soort dingen ook eens zien op mijn YouTube kanaal. De workshop waar ik deze pagina voor gemaakt heb, noemde ik net al, is voor mijn Project 2017 workshop. En dat is een workshop die een jaar lang duurt. En elke maand krijg je van mij een workshopje met een bepaald thema. In dit geval was dat de Fuse. En twee procesvideo's en twee sketches. En ik leg alle technieken uit die bij dat thema horen. We hebben bijvoorbeeld al foto's printen behandeld. Indelingen op Project Live kaartjes. Dus eigenlijk, je kan het zien als een soort starterscursus voor pocketpages, voor Project Live. Maar ook als je wel al bekend bent met Project Live, is het echt heel erg, ja, vind ik zelf, een leuke workshop aan het worden. We zijn inmiddels op maand 6. En we zijn echt al ontzettend veel content. En ik ben ook nog een beetje bij met mijn album van 2017, want dat is natuurlijk ook een beetje een goed doel. Dus dat is waar deze pagina voor gemaakt is. Ik heb op het einde, zie je het eindresultaat, hoe ik dit kaartje onder andere gebruikt heb. En het grappige is dat ik dit kaartje niet gebruikt heb. Ik heb de patroontjes uitgeknipt en gebruikt als embellishment. Vind je dit soort video's leuk om te kijken? Geef me een thumbs up, zeg het erbij in de comments, dan weet ik hoe of wat. En dan vind ik het ook leuker om vaker te delen. De bedoeling is sowieso dat je me vaker ziet op YouTube. Je kunt me volgen door je te abonneren op mijn kanaal. En in de comments of in de reacties heb ik nog mijn website en workshops staan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef me een thumbs up. En tot de volgende keer. Tot ziens.